Hoi, ik ben Manuel en in deze elektrische bolide scheur ik het hele land door op zoek naar innovaties. Let's go! Bouwen Nederland geeft de innovatiekracht een steuntje in de rug. Of nou ja, zeg maar gerust een flinke zwieper. Via debouwmaakthetslim.nl. Daar vind je informatie, inspiratie en vooral een heleboel innovatie. Wat dacht je van de stikstofetende Noxide wegcoating? De stikstof die afkomstig is uit jouw uitlaat, die reageert in combinatie met titaniumoxide. Daarbij komt nitraat vrij. Ja, en nitraat is een vorm van kunstmest. Dus dan kunnen we het eigenlijk inderdaad ook als materiaal zien wat te goede komt aan de berm. En het temperatuurverlagende Climaflex asfalt van Heijmans. Het geheime recept van Heijmans zeggen we altijd maar. Daar proberen we er niet te veel op. Kunnen we niks over zeggen? Mogen we niks van zeggen. Dat is het geheim van de smid. En dat maakt ons ook onderscheiden met dat product. De plusleven-woning van Van der Hulst is ook al zo lekker duurzaam met die dakpannen die stiekem zonnepanelen zijn. Hij gaat echt naar de kloot hoor, zo. Ja, er blijft niks meer van open. Maar hier zie je dus bijna niet dat het zonnepanelen zijn. Nee, dat klopt. Het is echt één heel mooi geheel. Over zon gesproken, de Zonnet doet zoiets met bestaande bouw. Zonnepanelen, warmtepompen en een lage temperatuur warmtenet dat zonnewarmte transporteert naar een ondergrondse warmte-koude opslag. Dit is de toekomst, mensen. Maar de bouwhub van Volker Wessels is ook een fantastische innovatie. Misschien een mooi voorbeeld is van een keukenmonteur. Door ze te faciliteren met de goede spullen op de juiste plekken, kan hij in plaats van 4 keukens traditioneel, kan hij in één keer 7 monteren op een dag. Veel minder bouwverkeer in de stad, beter! En de parkeervinder van de datatovenaars van Dura Vermeer Next. Maar wat nou als ik mijn schoenen opzet of ik plak op al die dingen een sticker? Nee, dat trapt hij er niet in. Dat is ook mooi werk. En hier, RC-panels van het consortium Modulaire 0 op de meterwoning. Die bouwen in één dag een huis. Dus dan zou ik gewoon op mijn bank een paar dingen kunnen aantikken en dan rolt er bij jullie een woning uit de machine. Ja, theoretisch is dat mogelijk, ja. Nu al. CPZ doet het meeste werk op de tekentafel en bouwt ook nog eens demontabel. Goed bezig, Menno. Heenbouw is van de circulaire. Je maakt eigenlijk het grind door een soort wrijfbeweging. Het grind weer vrij, het zand weer vrij. En ook het cement, wat dus niet met water in aanraking is gekomen, want dat wordt helemaal opgesloten. En dat zuigen ze weer af. Nou, en daar heb je gewoon alle ingrediënten weer om nieuw beton te maken. En dat ligt hier in de fundering. En de comfortwoning is van het lekker lang thuiswonen. In de vloersensoren, als je gevallen bent, komt er een signaaltje naar mij. En die registreren dan dat er een enorme klap gemaakt wordt? Ja. Ja, dat zijn innovaties. Of hier, de 3D betonprinter van Brel. Kijk hem gaan dan! Betonprinten. Betonprinten. Ik sta dus nu bovenop de 3D printer. Dit is innovatie, mensen. Bij Actual printen ze ook. En nog biobased ook. Ik ben even dit aan het aaien. Ja, dat is heel tactiel, hè? Ja. Het is eigenlijk een soort van weven met printen. Je ziet het, de bouw maakt het slim. Ben jij nou ook zo bij de hand? Zet dan je idee in de Bouw Innovatie Shop. Of wil je een innovatie gebruiken? Ga dan naar die website, de bouw maakt het slim. Of wat helemaal slim is, investeer in een goed idee. Dat ga ik doen, denk ik. See you there.